Unity houdt je op de hoogte. Iedere dag updates uit je eigen regio. Linda Kapel van B plus C vertelt je over de komende evenementen bij B plus C. Donderdag 18 juni is er weer een lunchconcert in de kapelzaal van B plus C locatie Oude West. Dit keer brengen een mezzo-sopraan en pianist werken van onder andere Mozart, Mahler en Rachmaninoff ten gehoren. De avond is kwart voor één. In BBC Locatie Muziekhuis is er donderdagavond 18 juni een voorspelavond van de gitaarleerlingen van docent Wilco van Wee. De avond is half zeven en iedereen is welkom om te komen luisteren. Speel je in een band en zoek je een oefenruimte. In het muziekhuis is het nog plek. Met name bands die overdag willen repeteren, kunnen terecht tegen een aantrekkelijk tarief. Ook zijn er cabines waar drummers en andere solisten kunnen oefenen. In deze cabine staat naast een complete drumset. Ook een geluidsinstallatie zodat je eenvoudig mee kan spelen met je favoriete muziek. Wel voor meer informatie 071 514 5755, ik herhaal 071 514 5755 of kijk op muziekhuis.nl. Op vrijdag 19 juni geven het BPC kinderkoor en BPC jeugdkoor een einduitvoering in de dorpskerk in Voorschoten. De koren staan onder leiding van Wim de Ru. De aanvang is half acht. Het programma is uiterlijk 9 uur afgelopen. Na afloop is het mogelijk nog een kopje koffie of glaasje fris te drinken. De dorpskerk is gelegen aan het kerkplein nummer 2 in voorschoten. Zondag 21 juni geeft het Rapenburg Kamerorkest een concert in de Bernardeskerk in Hazerswouden Rijndijk. De aanvang is half 4. Het Rapenburg Kamerorkest is tevens op zoek naar nieuwe leden. Iedereen met minimaal 3 jaar leservaring kan meespelen in het orkest. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar rapenburgorkest.gmail.com of kom op zondag 21 juni kijken in de Bernarduskerk in Hazenswouden-Rijndijk. De zangleerlingen van docenten Danielle Mulder en Vivian Wesseling zingen op dinsdag 23 juni de Sterren van de Hemel tijdens de voorspeelavond in het muziekhuis aan de Middelste Gracht 123 in Leiden. De aanvang is 7 uur. Wil je deze informatie nog eens rustig nalezen? Kijk dan op bplc.nl of volg ons op Facebook en Twitter. Updates terugluisteren, kijk nu op Unity.nu.